Hey beste kijkers, goed dat jullie er weer zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je de pomp van een vloerverwarmingsverdeler vervangt. En dit is een vloerverwarmingsverdeler van een robot. En de oude pomp die verbruikt tussen de 35 en 75 watt. En de nieuwe pomp die zit tussen de 4 en 45 watt. Dus die is een stuk zuiniger als de oude pomp. Dus hier hoef je alleen maar de kogelafsluiters dicht te zetten. Af te tappen, vier inbusboutjes los te halen en de nieuwe erop te zetten. Hou er wel even rekening mee, bij die nieuwe pomp krijg je dus geen aansluitkabel erbij. Die moet je dus los bij bestellen. Dus ik ga jullie even laten zien hoe je hem vervangt. Dus hier heb je twee afsluiters zitten. Dan kan je met de schroevendraaier dichtzetten. En dan gaan ze heel vaak hieruit lekken. Dan zit hier aan de zijkant zit een aftappertje. Ik pak dan altijd 3/8 slang. Dit is eigenlijk van een aquarium. Die kan je er mooi opduwen. En die lekt dus ook nooit. Gaat een beetje stroef. En deze aftappen zitten ook bij de radiatoren vaak aan de onderkant. En dit is gewoon 3/8 slang van een aquarium, van een filter. En ik ga hem openzetten. En er komt er nu nog geen water uit. Ik kan hierboven. En dan kan je hier linksboven, er zit een ontluchter, die zet je open. En dan loopt de verdeler leeg. Dan doen we nog even de stekker van de pomp eruit. En hier onder de verdeler zit een klem en daar zit ook de maximaal beveiliging. Dus die kan je eraf halen. En dit is de maximaal. En deze zorgt er eigenlijk voor dat er nooit te heet water de vloer in kan stromen. Dus stel deze knop die werkt niet om je aanvoertemperatuur van de vloerverwarming in te stellen. Dan zegt hij... boven de 50 of boven de 55 graden, boven de 60 graden gaat die uit. En die zit weer aan je pomp aangesloten. Nou, dus deze is leeg. Dus dan draai je de ontluchter draai weer dicht. De aftapper zet je dicht. Zet je de emmer onder de pomp. Dus je hoeft niet die hele adapterplaat eraf te halen hier. Dus pak je inweersleutel. Dan komt hier soms aan de onderkant nog een klein beetje water uit.
Maar dat loopt precies in de emmer. Ik doe dan zelf altijd eerst de onderkant even loshalen. Nou, hier komt niks meer uit. Dus dat is de oude pomp eraf. Hier even schoonmaken. Dus even de aansluiting schoonmaken. Dat er geen vuil tussen gaat zitten. Dus deze valt precies hierop. Vier nieuwe Imbus boutjes krijg je erbij, maar dus niet het stekkertje. Dus nu moet je een heel nieuw aansluitsnoer bestellen, terwijl als ze gewoon een stekkertje erbij leveren met een koppeling die je gewoon aansluit, dan hoef je niet een nieuw snoer te bestellen. Maar voor de rest, goed pompje, proportionele druk, constante druk. Dat zal ik straks even laten zien. Ja, wat ik al zei, het aansluiten is super eenvoudig en dat bespaart dus sneller als dus het plaatsen van zonnepanelen. Dus dit is een snellere terugvindingstijd als zonnepanelen. Dus die doe je erop. Die. Zet hem nog niet vast. En als je hem aandraait, is het kruislinks. Hier is weer bij, vast is vast. Zo. Zo plaats je dus een pomp. En dan kan de afsluiter weer open. En dan boven de cv-ketel weer bijvullen. Aansluitsnoer er nog op zetten. En dan is het klaar. Dus hier hebben we het aansluitsnoer. En dit stekkertje stop je dan in de pomp. En de stekker mag weer in de pompschakelaar. Dus deze komt hier netjes in. Dan zet je de maximaal beveiliging. Die schuif je hieronder in het klemmetje. En die zit dus op de aanvoer. Zo, die zit vast. En dan komt de stekker netjes in de pompschakelaar.
En ondanks dat je dus een label A-pomp hebt, moet je dus altijd een pompschakelaar hebben. Want je wil dus altijd dat het systeem in rust komt als het niet gebruikt wordt. Dan kan het lucht eruit en dan heeft de pomp niet zoveel draaiuren. Dus altijd een pompschakelaar. De pomp staat te draaien. En hier kan je dus instellen op welke stand je wil zetten. En hier met het kaartje zie je dus de mogelijkheden waar je hem op kan zetten. Dus in dit geval moet hij gewoon constant. Dus dan heb je hem ingedrukt. Dan begint hij te knipperen. Dan kan je hem dus instellen waar hij op moet staan. En deze staat dus op constante druk en dan op standje 2. Dus we hebben hier de pompschakelaar zitten. We hebben hier de inregelkraan zitten, 1 tot 8 liter per minuut. En er stroomt nu 1 liter per minuut naar binnen. We hebben hier 3 debietmeters zitten. 2,5 liter per minuut, 3,5, 4 liter per minuut. En hieronder zitten dan voorinstelbare kranen. En hier heb je dan de zuinige pomp zitten. Dus deze gaat weer terug in de pompschakelaar. En hier zit dan de sensor van de pompschakelaar en die moet altijd op de aanvoer zitten. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen, stel ze gerust en dan zie je mij de volgende keer weer. En uiteraard niet vergeten te abonneren.